Ja, yo, kijkers van Daan van Gils. Vandaag ben ik hier trouwens samen met Nathan. Mooi, hallo. En we wouden eventjes met z'n tweetjes gewoon even iets leuks doen samen. Ja. En beste kijkers. Wisten jullie trouwens nog die ene keer dat ik tegen Nathan zo'n diss-track had gemaakt? Nou, dat bedoelde ik natuurlijk gewoon een beetje als grapje, maar Nathan is nog steeds wel mijn beste vriend. Ja, klopt. Nou, en wat gaan we nu allemaal doen? We kunnen misschien leuke parcours gaan doen. We gaan samen op zoek naar hindernissen. Ja. Ze moeten niet al te moeilijk, maar ook weer niet al te makkelijk zijn. Want ze moeten in de reactie zetten of zij het ook kunnen. Ja, inderdaad. Dat. En dan gaan we samen die dingetjes uitproberen. Ja. Dus beste kijkers, wij gaan in ieder geval even door en dan zou ik zeggen... Wahet Eskimo. Ik zie jullie zo als we een parcours hebben gevonden. 3 days later. Oké, we zijn weer terug en we zijn nu bij een schooltje hier en dit is waar we parcours gaan doen. Op al deze toestellen. Maar ik zeg wel één ding, beste kijkers. Doe dit thuis niet na, maar alleen als je het wel durft. Yes, daar gaan we. Zeker. Nou, ik ga eerst een truc hierop doen. Daar gaan we. Hoewel ik natuurlijk zie dat het nat is, maar boeit me niet. Ik ga gewoon doen wat ik hier kan. Zo. En nu Nathan. Oké, beste kijkers. Nu gaat Nathan iets doen. Wat gaat hij doen? We gunnen hem wel de tijd. Gaan we, jongens? Klaar voor? Ja. Let op. Wow. Die was fantastisch. Die was super. Goed zo. Nou, beste kijkers, jullie zagen natuurlijk al wat Nathan en ik deden voor kunstjes. En Nathan die wou nog eventjes iets doen in slow motion, natuurlijk die blaadjes gooien. Maar nu gaan we eigenlijk weer verder met parcours en een beetje met kunstjes. Ja, let's go. 12 seconds later. Oké, daar gaan we, jongens. Let op wat Nathan gaat doen. Oh. En nou ik. Ja, jongens, wacht maar. Nu gaan we het voorwaarts doen. Ja, voorwaarts. Dat ga ik ook doen, let op. One eternity later. Gaan we. Ik ga nu ook vooruit en achteruit. Eerst ga ik achteruit en dan vooruit. Tada. En vergeet mij niet te volgen op mijn YouTube kanaal. En dan komen nu de trucjes van Nathan. Er komen 2. Eerst normaal en dan in slow motion. Kijk maar. Zet je erop? Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg.
Nou, beste kijkers, dit was de video en hij was best wel kort, maar Nathan en ik hebben gelukkig wel eventjes samen weer iets leuks gedaan. En abonneer ook op Nathan. Ja, yeah. Super tof. Dan zou ik zeggen, beste kijkers, see you all later.